Tijdens de wintermaanden kan je op stromend water stukken ijs tegenkomen die vrijwel perfect rond zijn. Deze zeldzame ijscirkels worden vanwege de vorm ook wel ijspannenkoeken genoemd. Van American pancake tot traditionele Hollandse pannenkoek, vrijwel alle maten zijn mogelijk. Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van ijspannenkoeken. Ten eerste moet het vriezen en ten tweede moet het water in beweging zijn. Op stilstaand water hoef je geen ijspannenkoeken te verwachten, want hier komt geleidelijk een gesloten ijsvloer tot ontwikkeling. Net als bij pannenkoeken zijn er verschillende manieren om ze te creëren. Het eerste type ijspannenkoek wordt gevormd uit schuim. Dit kan je bijvoorbeeld bij een stuw verwachten of bij grote meren aan de waterkant waar de golven stuk slaan. Door het afbreken van organisch materiaal komen er eiwitten in het water die door deze klotsende bewegingen worden opgeklopt tot vlokken schuim. Als de temperatuur 's nachts onder het vriespunt daalt, vormt een ijslaagje om het schuim. Zodra het overdag opwarmt, wordt de ijspannenkoek zachter en kan nieuw schuim blijven kleven. De pannenkoek wordt zo geleidelijk groter. Ook zonder schuim kunnen ijspannenkoeken ontstaan. In de overgang van open water naar een gesloten ijsvloer zijn kleine stukjes ijs aanwezig, zoals hier om mij heen. Dat wordt ook wel ijsgruis genoemd. En met die bewegingen van het water worden die stukjes ijs meegevoerd en al botsend en tollend tegen elkaar aan worden ze omgevormd tot die vrijwel perfecte ronde schijven. Het laatste type ijspannenkoek zullen we in Nederland niet zo heel snel tegenkomen. Deze worden namelijk gevormd door het breken van zeeijs. Ze ontstaan bijvoorbeeld wanneer ijsbrekers hun weg banen door het pakijs van de noordelijke zeeën en oceanen. Als dat ijs eenmaal is gebroken, zijn de golfbewegingen verantwoordelijk voor het omvormen tot die ronde ijspannenkoeken. Wat alle ijspannenkoeken met elkaar gemeen hebben, maar waarmee ze wel afwijken van gewone pannenkoeken, is de opstaande rand. En die rand ontstaat door het opspattende water wat door die botsingen wordt veroorzaakt. En door die temperaturen onder het vriespunt bevriest het water vrijwel direct bij aanraking met de ijspannenkoek. Ijspannenkoeken zijn een zeldzaam verschijnsel in Nederland, maar in het verleden zijn ze wel eens waargenomen. Houd de waterkant dus goed in de gaten tijdens een winterse wandeling. Wil jij nou meer weten over dit soort bijzondere weersverschijnselen? Dan zit er nog maar één ding op. Abonneren, pannenkoek.